De politie zal zich inzetten om zoveel mogelijk voorlichting te geven om gevechten, stoer gedrag en het lopen met wapens bij de jeugd tegen te gaan. Gerry Dijks, vertegenwoordiger van de afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname, zei gisteren op een persconferentie dat aan de andere kant ouders meer controlerend moeten optreden. Waarbij ouders ook worden gevraagd om de person-to-person sessie aanwezig te zijn. Dit om hen ook erbij te betrekken, dit brengen van een verandering in het gedrag van hun kind. De opvoeding begint thuis. Het moet niet alleen overgelaten worden aan leerkrachten, de politie of social media. Controleer uw kind zijn dagelijks. Tref gelijk maatregelen bij het ontdekken van zaken. Dat u niet hebt gekocht voor hem of haar. En of zaken die hij of zij niet in hun bezit mogen hebben. De politieman stelt verder dat er onlangs 5 jonge mannen zijn aangehouden die in het bezit waren van wapens. Een filmpje van deze jongens ging viraal op sociale media. Er zijn 5 van deze jeugdigen aangehouden. Die wapens bleken gasbuksen te zijn, kaliber 4.5, die niet vallen onder de vuurwapenwet. Deze jeugdigen zijn aangesproken en ze worden begeleid. De 5e jeugdige die een dolkmes bij zich had, is wel begeleid en met de lid van het OM is de alternatieve afdoening aan hem aangeboden. De 5 jongens die zijn aangehouden zitten in de leeftijdscategorie 14 tot 16 jaar.